staan hier bij de verkiezing van het lekkerste kindermenu en ik sta hier met Ron Blauw. Ron Blauw, wat hebben we gezien vanmiddag? Ja, veel diverse gerechten. Met echt wel een paar uitschieters tussen, vond ik zelf. En alleen denk ik ook wel. Maar het ook heel veel frituurwerk. Dat viel me een beetje tegen. Ja, want wat vind jij nou waar een kindermenu aan moet voldoen? Ja, kijk, natuurlijk is het heel belangrijk om de aandacht te vestigen op het eten van het kind. Want die zijn natuurlijk tegenwoordig staan ze zitten allemaal met iPads en dat soort dingen aan tafel. Dus de focus op het eten moet er absoluut zijn. Maar wat ik wel miste bijvoorbeeld is een beetje sashimi of een oestertje of dat soort dingen. Dat, ja, mijn kinderen vinden dat fantastisch. Ja. En dat heb ik eigenlijk veel te weinig teruggezien. Veel in de frituur en dat hoeft niet altijd. Nee. Ze blijven dus een beetje bij het vertrouwde, maar willen niet echt spannende dingen op het bord zien. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk niet, misschien zijn mijn kinderen anders dan andere kinderen qua eten. Maar ik denk dat je best wel dat je een stap mag maken met kindermenu's om wat gedurfder en wat meer... Ja, op de hedendaagse smaken. Kinderen eten tegenwoordig sashimi en sushi, kun je overal bestellen, tacootjes of dat soort dingen. Ja. Die je het op een hele leuke manier kunt klaarmaken. En een bitterballetje en een frikandelletje, sorry, maar dat kennen we nou wel, toch? Ja. En heb jij misschien een tip voor een chef-kok, wat hij het beste kan doen als hij een kindermenu wil presenteren? Nou, het allerbelangrijkste denk ik dat het eten snel komt. Dat die kinderen gewoon, dat mis ik nog heel vaak. Als ik met die kinderen ga eten, dat bij het voorgerecht dan niet het gerecht van die kinderen komt, maar ook bij het, dat duurt te lang en dan worden ze verveeld. En dan, maar ik zou veel meer op vers en op een goed gekookt aardappeltje of in een schil. En dan dat ze wel wat kunnen spelen nog, of in een dipsausje kunnen doen of een zelfgemaakt kaassausje. Maar veel meer die kinderen interactief bezig laten zijn met het eten. Ja. In plaats van dat bord eten met die gefrituurde dingen. En, ja, je moet ze ook een beetje uitdagen. Ja. Nou, bedankt voor je reactie. Graag gedaan. Alsjeblieft.